Goedenavond. Ik ga even kijken of het geluid goed is. En dan wachten we even totdat de eerste gaan komen. Goedenavond. Ja, het geluid is goed, zie ik. Het geluid weer uitzetten op mijn iPad. Nou, ik zie de eerste al binnenkomen. Leuk, gezellig. Ja, ik zie dat ik goed ingezoomd ben. Jawel, zo kan het wel. Oké, nou, ik wacht heel even totdat er meer mensen komen zijn. Maar leuk dat jullie er al bij zijn en mij gevonden hebben. Goedenavond. Nou, ik heb al wat klaargelegd, zoals jullie zien. Die kan ik al uit het zakje vasthalen. Hoi, hoi. Goedenavond. Dan gaan we weer een gezellig knutseluurtje van maken, toch? Goedenavond. Kijk, op 45 zie ik bij mij. Hoi, hoi. Goedenavond. Nou, ik ga gewoon langzaam van start. Dus degene die eventueel begin mist, nou ja, je kunt altijd terugkijken, hè. Goedenavond. Kijk even mee. Ik ben aan het oppassen. Ah, kijk. Ja, en dan moet er tussendoor eventjes wat kijken, ja. Ja, leuk. Ja, het is in ieder geval weer lekker weer buiten. Tenminste, bij ons dan. Bij ons in Brabant schijnt de zon volop. Ik hoop dat dat bij jullie ook weer wat beter is dan gisteren. Want gisteren was het echt raak weer, hè, met heel veel regen. Goedenavond. Nou, ik ga van start. Zoals jullie zien heb ik mijn slimline weer erbij gelegd. Ja, gefeliciteerd Inne. Ik zag het al bij jou. Totdat je bezoek krijgt. Ja, ja, zeker. Het is toch ook weer fijn, hè? Dat weer eens achter de rug is. Ja, de zon schijnt. Ah, kijk. Nou, dat is helemaal geweldig. De zon schijnt ook weer. Ja, hier ook, hoor. Heerlijk. Ja. Nou, maar daar zijn we niet alleen voor, hè? De slimline had ik klaargelegd. Ik heb er alvast een pagina uitgehaald. Ik heb de mooie Geometric Pattern Mask Stencil erbij gepakt. Dat is de JMA ES Mask 103. Die zal ik ook al eventjes uit de verpakking halen. Nou, ik ben fijn dat we overal weer lekker het zonnetje schijnt. In Amsterdam, in Veenendaal. Nou, hartstikke leuk. Heel fijn. Is toch wel lekkerder dan. En dan wordt de mens toch weer lekker vrolijk van, hè? Ik heb ook nog een oude script en een splatter stempel erbij gepakt. Dat is de JMA-stamp 140. Die heb ik erbij gepakt. Daar ga ik nu mee werken. Ik heb allerlei stempeltjes erbij gelegd. Maar ik ga nu eerst lekker met deze aan de gang. En ik heb de Wow Zilver Pearl, maar je kan ook bijvoorbeeld de Claire, ofwel de doorzichtige nemen, of de witte voor dit projectje. Ik heb dus geen kussentje, antistatisch kussentje, maar ik heb zo'n flesje met poeder erin. Ja, die waren voor die kussentjes volgens mij. Nou ja, het ruikt ook nog lekker ook naar babypoeder. Nou, om te voorkomen dat de embossingpoeder op verschillende plekken zit, naast waar je gestempeld hebt, doe je eerst dit antistatisch doekje eroverheen of dit flesje met poeder erin. Zodat het niet op de plaatsen komt waar je niet wil. Nou, ik heb ook de oude embossing inktpoeder. Je hebt er ook andere van Versamark. Je hebt natuurlijk ook nog de dabber heb je, dat kan ook. Maar ik gebruik nu eventjes de embossingpoeder. Ik heb een stukje papier erbij gelegd. Ik doe nog heel eventjes keukendrommel onder, want ik ben zo'n knoeier wat dat betreft met de embossingpoeder. Nou kan je dat ook in zo'n bakje doen. Maar die heb ik nou eventjes er niet bij gepakt. Daar had ik niet over nagedacht. Nou, maakt niet uit. Nou, ik ga in ieder geval eerst
uit de losse pols. Je kan het natuurlijk ook, als je dat fijner vindt, om met een stempelhulp te doen. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook heel goed met de stempelhulp. Maar ik doe deze nu eventjes uit de losse pols. Ik doe op, even kijken, wat is boven? Ja, dit is boven. Daar moet je eventjes goed naar kijken. Ik doe gewoon op een paar plekjes, doe ik eventjes wat stempelinkt erop. En dan ga ik heel eventjes uit de losse pols, ga ik deze over het randje heen. Ja, doe ik dat goed. Eventjes hierop duwen. Nou, jullie kunnen dat misschien niet zien, maar ik heb er nu daar in ieder geval al een hoekje met embossing inkt erop gedaan. Ja, lekker kliederen vanavond, zo is het. Even kijken en dan wil ik even goed kijken weer hoe ik hem moet houden. Nou, als je het niet weet, dan leg je gewoon je voorbeeld erbij. Dan kan je het zien, hè. Ja, daar zo. Nou, ik pak nou eventjes het midden. En dan doe ik deze, doe ik een beetje aan deze kant. Eventjes vasthouden. En dan heb ik daar ook nog wat zitten. En ik wil aan de... hier wil ik ook nog wat. Heel even opnieuw. Daar heeft ze niet heel goed gepakt, maar dat geeft helemaal niet. Want dat is nou juist het leuke effect ervan. Heb ik boven. Nou, doe ik nog even voor de zekerheid extra inkt. Misschien ligt het daar ook aan. Kan ook nog. Extra inkt erop. En dan zet ik hem hier. Oh, dan kan ik hem weer terugzetten daar. Dan zet ik hem hier ook nog eventjes goed op. Ja, dat klopt. En aan de achterkant van je stempel een pijl zetten. Dat heb ik ook al eens gehoord, ja. Ja, dat is zeker een goede tip, Marion. Ik doe dat ook, dat heb ik wel met mijn embossingfolders gedaan. Want anders doe ik altijd verkeerd embossen. Oké, nou, ik heb hier dus nou wat inkt op zitten. Ik weet niet of het jullie zien. Even kijken, deze die doe ik heel eventjes wat af met een... lotion doekje. Zo. En dan kan deze eigenlijk eventjes aan de kant. En dan ga ik dus met mijn... op mijn papiertje wat ik klaargelegd heb. Doe ik eventjes de Wow Silver Pearl heb ik dan. Goedenavond voor degenen die nog gezellig meekomen kijken. Hartstikke leuk. Nou, lekker royaal erop doen. Maakt niet uit, want het komt toch op je papiertje, hè? Zo. En dan deze. Even kijken of ik alles gehad heb. Daar zie ik nog een plekje waar niks zit. En daar zie ik nog een plekje. Volgens mij had ik het zo. Nou. Ja, dat is wel aardig gelukt. Nou, als je zegt van, nou, ik vind het te recht aan, recht toe... Dan kan je het ook nog eventjes oplossen door een speels geheel van te maken. Dat zal ik zo even laten zien. Want dat heb ik wel, zeker als ik het op deze manier doe. Even kijken. Dan doe je gewoon dat je zegt van nou, ik vind dit terecht. Dan doe je gewoon met een kwastje eventjes wat wegvegen. Dan kan je er gewoon een speels ideetje van maken. Nou, hier is hij goed, daar is hij leuk. Ik doe hier nog eventjes een beetje weg. Kijk. Dat kan gewoon. Je kunt er gewoon met een droog kwastje, kan je altijd nog een beetje embossingpoeder, voordat je het met een heat tool erop gaat, kan je gewoon een beetje met een fijn kwastje wegvegen. Nou, eventjes door met je vingers er doorheen rollen. En dan is je kwastje ook weer schoon. Altijd met een droog kwastje doen. Nou, eens even kijken. Nou, dus ik heb nu erop zitten. Dan kan ik er nu met mijn heat tool erop. Wij zullen nog wel eventjes... Nat, warm moet worden, nog maar niet toe. Maar we gaan het gewoon nog proberen. Goedenavond. Ik ben met de embossing al was begonnen. Een goede tip. Ja, nou, zo kunnen we elkaar helpen, hè, Marion. We hebben iedereen wel eens een goede tip, toch? Maar ja, ik vind het altijd handig. Zo van, is het ergens te veel of zo? Nou, eventjes mee een droog pasje even halen. Even kijken. Ik maak heel eventjes wat herrie. Eens kijken of hij nou wil gaan pakken.
Ja, kijk, nou gaat hij beginnen. Ja, ik weet niet of het van jullie, voor jullie goed te zien is. Maar voor mij is het van wel. Nee, zo te zien niet. Hij is, ik moet niet scherp stellen, hè? Als ik er zo groot zit. Nee. Dan zal ik het eigenlijk wel beter, wel laten zien als ik het helemaal klaar heb. Dus heel eventjes met hier toe. Au. Een beetje heet. In ieder geval, ik heb hem met embossing poeder. Heb ik een script erop staan zo dadelijk. In een zilver pul. Maar ja, ik vind het eigenlijk toch niet echt heel, heel veel zilverachtig. Vind wel meevallen. Tenminste, op dat witte dan. Even kijken, ja. Met dame. Zo, het is gewoon heel netjes. Even kijken. Ach, niet allemaal. Ja, kijk. Nou, volgens mij zien jullie het. Ja, jullie hebben het gezien. Ik had eventjes, ik was eventjes aan het wachten op de vertraging die er bij mij op zit. Ja, je werd opgehouden, Ria, maar je bent er weer. Zo is het. Leuk. Oh, nou hoef ik dit niet weg te doen. Dat moet nou juist eronder. Nou, dan ga ik hier overheen. Ga ik sprayen met de Lindy's. Uit de Antarctica set heb ik twee kleurtjes genomen. De Blushing Polar Bear. En de IJsberg Azure, die komen uit de Lindy's set van 5. En ik heb ook nog, misschien is dat wel leuk om te zien, deze zit er ook nog in. De Snowy Tundra Sunset en de Penguin Play Periwinkel of zo. En dat zijn deze kleurtjes. Ik was er toevallig met een ander projectje bezig, dus kijk eens. Dat zijn deze twee, die zijn toch prachtig. Ik vind ze zo mooi. En dan zit er ook nog een donkere blauwe in. En die heb ik eigenlijk nog niet gebruikt. Narwhal Navy. Die heb ik nog niet gebruikt. Maar die zou vast ook mooi zijn. Maar ik ga nu met deze twee aan de gang. Ik ga doen nooit zo op en neer. Maar altijd, ja, wat is het? Horizontaal op en neer gaan. Want anders kan het wel eens zijn. Nee, Lydia, ik heb deze flesjes niet met koud water gevuld. Ik heb het eerst het water gekookt in mijn waterkoker. Daarna goed af laten koelen. Althans, ja, toch wel een heel stuk af laten koelen. En dan heb ik het in de flesjes gedaan. Zodat je dus, ja, dat is wel het beste. Ja, Marion die zegt het ook al. Een beetje af laten koelen en dan vullen. Nou, precies dat. En wel wat afkoelen hoor. Niet loeiend heet erin doen. En dan eventjes met ik doe het de achterkant van de kwast. Maar in ieder geval eventjes doorroeren. Zodat het allemaal eventjes goed gemengd zit. Dat zou ik ook nog eventjes doen. Even kijken. Nou, ik ga dus... Gewoon een beetje, niet te hard sprayen, maar gewoon zachtjes sprayen, zodat het een beetje druppelachtig is. Want als je heel hard doet, dan krijg je gelijk een hele splats erop. Maar gewoon zachtjes in het flesje knijpen, niet te hard. Dan krijg je eigenlijk een beetje dit soort effect. Kijk, zodat het niet echt een groot iets is, maar dat het een beetje druppelachtig is. Nou ga ik dat met de heat tool over, maar dan moet je wel voorzichtig doen. Want je hebt er natuurlijk ook al embossing poeder op zitten. Maar dat gaat wel hoor, want ik heb het al uitgetest. Oh, ik wil ook nog eventjes een keukendoekje erbij. Want ik wil die harde druppels wil ik er ook van af hebben. En een tweede laagje, je kunt ook altijd nog een tweede laagje erbij opzetten. Hè? Kijk. Even de harde druppels weg. Dat wil ik nu eventjes niet. Ja, het blijft gewoon houdbaar. Ja, absoluut.
Ja, ik heb mijn lintjes. Ik denk dat ik al kleuren heb die ik al een jaar of vijf heb. En die doen het nog helemaal perfect. Ik ben echt fan van de lindies. Lindies stempen, hè? Nou, kijk. Ik vind dat het nog best wel een beetje meer mag hebben. Maar je kunt beter opbouwen, hè? Als je denkt van, oeh, nou vind ik het ineens veel. Dan kan je het er niet afhalen. Maar erop kan natuurlijk altijd. Even kijken, hier misschien nog een beetje van die kleur. Maar ik wil ook nog iets anders erop verwerken. Dus ik wil er niet al te veel erop doen. Zo. Ja, hier nog een stukje. Zo. Meer wil ik er niet op doen. En dan gaan we het nog een keer drogen. Even kijken hoor. Ja, bij mij zijn ze nog niet verstopt geweest. Eentje, misschien het hooguit. Ik ben helemaal niet netjes. Het enige wat ik wel doe na afloop is eventjes het gaatje goed schoonhouden. Dat doe ik altijd wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, met deze doe ik eigenlijk helemaal niks eraan. En ik heb misschien het eentje, een groene, zodat ik weet. En ik heb er echt, nou, hoeveel zal ik hebben? 50, 60? Ja, misschien wel meer. In ieder geval, bij mij zijn ze echt niet verstopt. Ik vind, nee. Het is echt kwaliteit. Ja, echt kwaliteit. Oh, dat bedoel je ook. Eventjes dit. Ja, eventjes dat gaatje. Altijd heel eventjes schoonmaken. Nou, is goed dat jullie allemaal goed meedenken met al die tips. Ik ben er alleen maar blij mee, want ik kan ook niet altijd alles zien. Dus ik vind het heel fijn dat we elkaar helpen hierin. Ja, toch? Nou, in ieder geval, moet je kijken hoe prachtig de kleur en hoe mooi dat deze kleur ook weer is bij de Fright Your Story serie van JMA. Dit is echt, ja, het past helemaal perfect. Nou, ik wil het in ieder geval zo laten. Even kijken, de paar plekjes zijn nog wat nat misschien. Nou, zo. En het glinstert ook mooi, hè, want het is de Starburst sprays en daar zit een glimmertje in. Niet overdreven, maar toch, het zit er wel in. Ja, nou, ik wil het zo laten. Ik ben tevreden zo. Nou, die kan aan de kant. Wat ik ook nog wel wil laten, oh nee, dat laat ik dadelijk zien. Nee, nou ga ik een stapje te ver. Even kijken. Nou ga ik deze erbij pakken. En nou heb ik de Distress Oxide erbij gepakt. De Victorian Velvet en de Speckled Egg. En dat zijn, moet je kijken hoe perfect die erbij komen. Die passen echt zo mooi erbij. En die ga ik nu gebruiken. En ik bedacht ineens iets om met deze mastencil de kleuren een beetje door elkaar laten vloeien. Dus ik ga toch eventjes, dat heb ik vandaag pas bedacht, vanmiddag. Eventjes mijn magneetbord erbij pakken, zodat het niet schuift. Dat was nou, omdat ik het over elkaar heen laat lopen en dit toch best wel bewerkelijk is, dan kun je beter maar eventjes vastleggen. Want ik wil ze een beetje over elkaar heen laten lopen. Nou, ik heb ook nog de, even kijken, deze heb ik ook nog even nodig. Die zal ik eventjes in beeld leggen. Ik heb twee borsteltjes genomen van Studio Light, de kleine versie. Melding ging niet af, oh, oké. Okay. Aan welke inkten raden jullie aan? Ik wil ook beginnen met inkten. Ja, het is echt dus best een persoonlijke keuze waarmee je wil gaan werken. Maar als je wil gaan inkleuren, ja tenminste wil gaan blenden, net als wat ik ga doen, en wil gaan stempelen, vind ik de Distress Oxide daar heel geschikt voor. Als je wil in gaan kleuren, is deze
Misschien ook wel geschikt, of is dat de gewone distress misschien wat beter? Maar voor dit soort dingen vind ik, hier kun je mee stempelen en goed mee blenden. Maar hier zit wel een kalkachtig iets in. Dus ja, hij is misschien minder sterk van kleur. Ja, er zijn zoveel soorten, ja, hoe noem je dat? Zoveel soorten inkten. Ja, Ria, die heb ik gelinkt staan. Ja. Even kijken. Maar ik moet heel even kijken wat voor kleur. Nou, hier is blauw als eerst. En even kijken, waar eindigt die? Hij eindigt met de andere, de rozige, noem ik het maar even. Oud-roze. Dus de oude blauw, dan moet ik nu eerst met de roze beginnen. Ik had ze daar straks al door elkaar gegooid. Even kijken, de borsteltjes. Nou, ik zet eventjes hier gewoon wat kleurtjes aan. En zoals ik zei, wil ik hem dadelijk eventjes over elkaar heen laten lopen. Dus even kijken wat hij doet nu. Zo. En dan wil ik hem heel eventjes het plastic ertussen leggen. Want ik wil hem eventjes wel afpoetsen. Hoe noem je dat? De bovenkant, want anders gaat de kleur verkeerd, zeg maar, vind ik dan. Dan moet ik heel even droog maken. En dan haal ik hem weer tussenuit. Dat is mijn manier, hè. En dan ga ik deze gebruiken. Maar dan ligt mijn masstencil dus nog precies goed. En dan ga ik hem een beetje eroverheen. En dan hoop ik dat hij doet wat ik wil. Dat is nog maar de vraag. Ja, redelijk. Even kijken hoor. De oxides, hè? Ja, ik vind het heel fijn om mee te werken. Even kijken, nou kan ik deze, die kan ik wat daar doen. Die kan ik daar wat verplaatsen. En zo is dat leuk om eventjes. En dan ga ik hem dadelijk verleggen. Oh. Zie, dan doe ik het weer. Dan ga ik hem weer verleggen. Kijk. Zo'n effect krijg je dan. Dat het toch een beetje over elkaar heen gaat. Hè? Zodat het mooi aansluit. Nou, weer even schoonmaken. En dan ga ik dus met de andere kleur weer. Dan gaan we weer met die blauwe. En dan heb ik hem wel eraf gehaald. Ja, maar ik ga toch weer eventjes wat anders doen. Zo. Zo, dan kan het wel zo, hè. Ja, moet kunnen. Maar dat is een idee, zeg maar, als je dat op die manier wil doen. Kijk, en dan gaan we het weer mooi over elkaar heen een beetje. Deze, dat wordt wel een heel groot vak, dat wil ik niet. Maar zo zou je het kunnen doen, zeg maar. Even kijken, welke ga ik nu pakken? Hier zo pakken. Die kan daar ook nog wel wat. Even kijken hoor, naar jullie. De lindy's zijn fijn, maar de oxidesprays ook, vind ik. Dus dat is een moeilijke keuze voor iemand anders. Ja, zo is het. De oxidesprays, daar zit de kalk in. En de lindy's, dat is het verschil. Zitten, de staarbus dan, daar zit een glimmertje in. Niet heel overdreven, maar er zit wel een heel leuk glimmertje in. Ja, en je hebt natuurlijk ook andere merken, hè? Cadence, die heb ik ook. Daar werk ik ook graag mee en die zijn heel hard. Nou, je hebt er nog heel veel andere soorten. Het is maar net wat je leuk vindt. Ik heb van alles eigenlijk wel wat ongeveer. Maar ja, ik heb wel heel veel van Indies. Even kijken. Nou, zo wilde ik het doen. Dit is in ieder geval al wat ik al bedacht had. Ja, het is misschien leuk om dat eens een keer zo samen te combineren. Heb ik eigenlijk ook nog nooit echt vaak gedaan op deze manier. Maar ik dacht, misschien is dat wel leuk. Gewoon even wat uitproberen, toch? Nou, even schoonmaken. Dan zou het zonde zijn, hè, als dat helemaal opdroogt. En die kan ook weer aan de kant. Kijk, nou heb ik dus al zo'n geheel.
Ik heb het eigenlijk helemaal gedaan. Ja, dat hoeft niet. Hè? Je kunt ook gewoon stukken open laten. Hier heb ik dan een beetje open gelaten. Maar mijn ander werkje, daar heb ik eigenlijk meer open gelaten. Ja, was mooi hè, deze samen. Ik zal ze nog even een keer in beeld leggen. Dan kunnen jullie zien wat er nou juist zo mooi bij elkaar zijn. Combineer die twee met deze twee. Ik vind het toch prachtig hoor, bij elkaar. Ik ben helemaal fan. Dankjewel. Mooie achtergrond. Ja. Deze maststencil, dit is van de nieuwe lijn van Jeline. Ja, dat is van de Essentials lijn. Ja, even kijken. Nou, die kunnen aan de kant. Maar ja, ik vind het ook heel mooi. Maar ja, je moet het maar net in huis hebben. Maar goed, dat is wel een tip. Kijk, dit is nou op het aardjournaal papier. Wat ik dus uit mijn aardjournaal heb gehaald. Ja, dus. En dit heb ik echt op intens wit waterkolorpapier gedaan. En dan ga ik het er toch ook weer, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, ook weer een beetje anders uitzien. Dan vind ik het nog, ja, wat feller eigenlijk. Het komt net een heel klein beetje anders over. Vind ik dan, hè? Ik weet ook niet of jullie dat het verschil kunnen zien, überhaupt. Maar ja, ik zelf in het echt zie toch wel het verschil. Ja, dus deze had ik vanmiddag al voorbereid. En dat heb ik gedaan met deze. Als het goed is, want ik had hem nog liggen. Ik dacht, oh ja, die zal ik eens gebruiken. Ja, deze is dat. De ene laatste maat. De ene grootste. En dan is de JMA-streepje. W, Griekse IS, streepje CD200. Ja, je ziet het verschil. Oké. De linkse vind jij mooier, Marion. Oké, alle twee mooi. Nou, goed zo. Ja, het was ook de bedoeling dat ze alle twee mooier zijn. Ja, ik zelf neig naar deze. Ja, maar goed, dat is allemaal smaak, hè? Ja, erg mooi bij. Nou, tof. Allemaal mooi. Goed zo. Nou, daar doen we het voor. Oké, nou dat had ik bedacht. En ik had nu bedacht om het ook nog een beetje leuk extra aan te kleden met wat stempels. Ik weet nog niet precies welke. Maar ik had er zo alvast maar wat bij gelegd. Deze, die vind ik er nog heel leuk bij. Die ga ik zeker pakken. Dus de JMA ES Stamp 66. Dat is van een aantal eerdere, hè. Want die is ook altijd nog heel leuk deze. En die doe ik dan met een lichter kleurtje. Met de Versa Fine Claire. En dan neem ik de Morning Mist kleur. Die is dan ja, niet zo fel. Dus die is gewoon niet zo hard van kleur. Van donker. En die doe ik gewoon. Of zou ik hem uit mijn losse pols doen? Dat is misschien toch leuk. Ja, ik weet het niet. Ik ga het zomaar doen. Eens even kijken. Dus die ga ik gewoon her en der doen wat ik leuk vind. Ja, die is wel leuk, zie ik. En dan ga ik hem hier nog wat doen. Kijk, die valt niet zo hard op, hè. Dat is niet zo'n harde zwarte kleur. Maar dit is wat grijs. Gelukkig, die heb ik ook toen. Ja, precies. En zeker bij deze kleurtjes is dat ook veel mooier, hè? Niet al te hard. Maar hij is wel heel tof. Zal ik hem hier ook nog wat doen of niet? Ik doe het gewoon. Ja, dat kan wel. Hier. Gewoon zachtjes. Niet te veel. Nou, ik denk dat het nu al zelfs genoeg is, toch? Ook nog andere dingetjes erbij doen. Waar heb ik mijn doekje gelaten? Even zoeken, heb ik al weggegooid, denk ik. Want ik hoorde net mijn vuilnisbakje rammelen. Ja, ja, dat vind ik ook. Iets minder hard. Even kijken, dus deze had ik er allebei gepakt. Ja, ik vind dat blijft een mooie achtergrondstempel. Dus ja, die komt toch af en toe tevoorschijn, zie je wel. En waarom niet, hè? Even kijken, dan hebben we deze. Die is natuurlijk ook heel onwijs leuk. Dat zijn al die leuke scripts en stitches
van Jema-W in Griekse IS, stamp 211. Dat is uit de Fruitjes Story collectie. Die doet het toch altijd heel leuk. Nou, zou ik dat ook gewoon subtiel weer gaan doen met die grijze? Ja, hè? Die rondjes, die vind ik altijd wel heel leuk. Nog een beetje erbij. Even kijken, daar erbij. Ja, die zie je dus niet zo heel goed. Ja, ook wel genoeg, toch? Toe van me niet zo hard. Wel, nee. En dan doe ik eigenlijk het 3. Maar je kunt ook zeggen van, nou, weet je, ik doe dat andere rondje erbij. Dat kan ook, hè. Dan doen we nog een derde van die erbij. Ja, ik vind het altijd wel leuk zo in drievoud. Even kijken, daar nog. En over het randje heen is ook altijd leuk natuurlijk. Daar in het hoekje nog. Dan gaan we weer over op die andere. Waar heb ik die gelaten? Oh! Ei, ei, ei. Waar is die nou? Ah, hieronder. Verstoppertje. En wat is verstoppertje nou aan het doen? Zo. Kijk. Even kijken. Zal ik hier ook nog doen? Over het randje heen? Ja, waarom niet, hè? En zo. Gewoon, ja, her en der, hier en daar, wat je leuk vindt. Ik doe niet te veel, want dan vind ik het nou juist zo druk maken, dit keer. Zonde. Deze doe ik even aan de kant, die komt wel later weer eens aan de beurt. Even mijn stempeltjes een beetje afdoen. En dan ga ik even kijken hoor. Wat zal ik nog meer doen? Ik denk dat ik hem nu een leuke plaatjes op ga plakken. Ja, dat ga ik doen. Even de tijd om 8 uur. Ja. Dus dat ga ik nu eerst doen. En dan kunnen we altijd nog eventueel nog een extra stempeltjes bij doen. Hè, als we dadelijk te weinig vinden. Deze is natuurlijk ook leuk. De muziekbalkjes. De JMA-NA stamp 18. Die is ook altijd wel heel leuk om erbij te gebruiken. Ik zal dadelijk ook nog laten zien wat ik nog meer gemaakt heb. En dan heb ik deze, nee deze niet, maar deze weer opverwerkt. Ja, en deze die kan ook nog, die leuke, oh ja, die doe ik er nog een paar bij. Jawel, jawel. Die doe ik er nog wel wat bij, van die spetters. Die zijn ook altijd heel erg leuk. Daar laat ik mijn doekje, zie ik nu. Even terug, de inkt. En je kunt ook nog natuurlijk andere kleurtjes bijpakken of wat dan ook, wat je wil. Deze doe ik niet te opvallend. Dat hoeft ook allemaal niet, hè. Deze vind ik te groot, dus dan neem ik die nog. Ja, er komt nog van alles op, dus straks zie je niet alles meer. Over de rand heen. Zo, zo is wel genoeg. Ja, de spetters. Altijd leuk om te gebruiken. Ik vind het ook. Even kijken. Mijn doekje weer. Eventjes wat afpoetsen. Ja, je hebt natuurlijk ook de chamois of wat dan ook. Is natuurlijk ook handig. Maar ik heb nu gewoon eventjes het doekje gepakt. Had ik al gezegd welk nummer dat is? Dat is de JMA-W Griekse IS stamp 210 is dit. Dus dit is dan de 211 en dit is de 210. Even kijken, die gaan ook eventjes aan de kant. Dus dat zoek ik straks wel uit. Nou, nou had ik dus hier al uitgeknipt. En ik had de uitdrukstans had ik genomen. En ik heb de 3D foam tape heb ik genomen. Hier ook. Ja, de spetters. En die zijn altijd wel heel leuk om te gebruiken. Vind ik ook. Die komen bij mij ook heel vaak aan bod.
Net als de script. Dat vind ik ook zo leuk om te gebruiken. Nou, ik heb hier dus de uitdrukplaatjes. En ik heb hier de knipvelletjes. Want die zitten er ook allemaal in, hè. Ik heb hier het boekje bijvoorbeeld uitgeknipt. Kan ik wel eventjes bijpakken. Het boekje. Die heb ik hier uitgeknipt om te gebruiken. Die heb ik ook een beetje gevouwen. Bol gezet, zodat het echt wat omhoog komt. En dan kan je hierachter kan je dan extra foam zetten. Zodat het echt een 3D effect heeft. Nou, ik heb hier nog wat plaatjes. Nog meer plaatjes. Ik zal ze er even bij pakken. Die heb ik verder eigenlijk allemaal uit de Die-Cut boek gedaan. Genomen. Eventjes bijpakken, want ik had al een klein tafereeltje gemaakt. Zit al in mijn hoofd ongeveer. Stopen dat nog in mijn hoofd zit. Jawel. Even kijken hoor. En een theekopje heb ik. In ieder geval, ik heb allerlei plaatjes al bijgepakt. Ja, zelfde kleurenpalet. Ja, ik heb het er gewoon op uitgezocht. Dus je kun je ook op uitzoeken. Hè? Je kunt je bijvoorbeeld van tevoren dit pakken. En te kijken van, god, die kleuren vind ik leuk. En dan ga ik mijn sprayers op uitzoeken. Dus ja, daar, op die manier heb ik het op elkaar op afgestemd. De andere keer pak ik weer meer het oranje. Want dat kan natuurlijk ook. Die heb ik de vorige keer allemaal gepakt. Dan heb ik meer de oranje kleuren genomen. Ja, en nu heb ik dus meer de, ja, die kleurtjes genomen. Ik vind het echt heel mooi. Ja, toch? Was perfect, hè? Nou, dat was de bedoeling. Nou, dit zit er dus allemaal in. Ik heb ze eigenlijk, het zit allemaal 4 keren in. Ik heb er al bijna alles 1 keer geknipt. Dus ja. Maar ik heb dus alleen dat boekje hier uitgehaald. En verder heb ik eigenlijk hier. Kijk, dit heb ik hier uitgehaald. Het klokje heb ik hier uitgehaald. Het boekenstapeltje, dat zit hier ook in. En dat reukflesje en dat theekopje. Ja, dit zit er dus allemaal 2 keer in. Kijk, dat bloemetje nou, dat is toch echt perfecte kleur, hè? Ja. Ja, ik vind het zo mooi. Ja, even kijken hoor, wat ik nog... Oh, een wekkertje. Nee, die heb ik al eerder eruit gehaald, zie je wel. Hier ook allemaal al eerder spulletjes natuurlijk. Ja. Oh ja, hier kijk, hier dat flesje. Dat heb ik hier weer uitgehaald. En de andere keer heb ik een groter flesje genomen, zie je wel. Dit heb ik al eens een keer genomen. Nou, hier zit ook nog dat mooie typemachientje in. Oh, dit is toch geweldig. Ja, ook al mooi. Oh ja, hier zit trouwens ook dat boekje, alleen zonder tekst. Zie je dat? Kun je dat zien? Ja, hè? Ik heb net wat hoger geschoven. Een stapeltje boeken. Even kijken of... Nee, die komt ook hieruit, want ik zie de lijntjes nog wel zitten. Nou, dat was het. En dat is de JMA-WIS-DCB24. Ja, dit zijn plaatjes die je dus uit kan drukken uit dit blokje. En dit zijn de plaatjes die je zelf uit kan knippen. De JMA-WIS-PP van Paperpad 35. En hier zitten dus niet alleen de knip velletjes in, maar er zitten ook achtergrondvellen in. En er zitten, kijk, achtergrondvellen. Maar er zitten ook mooie plaatjes in. Kijk eens hoe mooi. Voor degene die het dan inderdaad, dit zijn meer ATC, zeg maar. Nou, hier heb ik dus ook al een stukje uitgeknipt. Maar dit zijn dus dan vierkanten. En ook die zitten er, volgens mij, oh, hier staat het, allemaal 4 keer in. Ja. Ja. Nee, dan als je niet, ja, het knippen niet zo makkelijk vindt, dan, ja, dan is dit een die-cut blok ideaal, toch? Het, soms zitten wel van die dingetjes aan. Die kun je dus, ja, van die kleine, ja, waar je mee uithaalt, zeg maar, van die haakjes of wat zijn. Dus dan kun je bijvoorbeeld wegschuren met een blokje. Met een schuurblokje. Ik zal even bijpakken. Daar heb ik even niet aan gedacht. Of je kunt het wegknippen, maar ja, net wat jullie zeggen, als knippen nou juist niet gaat, dan moet je een andere oplossing zoeken. Of je laat het gewoon, of je denkt van nou, die kleine dingetjes,
Die schuur ik gewoon eventjes een beetje weg. Kan natuurlijk ook, hè? Kijk, ik heb zo'n schuurblokje van Joy. Nou, dan doe je die. Hier kan je het zien. Die kleine dingetjes waarmee het vast zit. Nou, die kun je gewoon eventjes wegschuren. En zo zie je ook maar dat het gelijk een beetje gedistressed wordt. Mijn distresser. Voor degene die het dan misschien niet kennen, een distresser. Dat is dit dingetje. Kijk, dat kun je zeg maar. Dat kan je ook meteen doen, hè. Als je het wel ruw wil hebben op zijn. Ja, dat het nog meer vintage-achtig lijkt. Kun je dat ook doen, hè, met een distresser. Ook kei leuk om te doen. Kijk. En wil je het nog ouder maken? Mijn tool ben ik vergeten. Oh, hier heb ik nog wel eentje op tafel liggen. Ah, hier heb ik eventjes een tool bijgepakt. Daar kan je natuurlijk ook bijvoorbeeld de randjes ouder maken. Met wat bruin vintage fotokleur. Kijk, dat kan natuurlijk ook. En dan valt het ook meer op je werk op, zeg maar. Oh, gevonden op een mobiel. Mijn iPad kon je niet vinden. Maar ze is er, oké. Nagelveldje. Oh ja, kijk, dat had ik ook al eens eerder gehoord, ja. Een nagelveldje. Ja. Leuk dat jullie lekker aan het kletsen zijn. Prima. Even kijken. Dus dat kan allemaal, hè. Dus ik ga nou heel eventjes op deze manier te werk. Maar dat kun je dus nog eventueel allemaal afhalen. Maar dit is nu even te veel tijdrovend. Dus dat doe ik nou eventjes niet. Want dan weten jullie nu hoe het werkt. Het gaat om de ideeën, hè? En de tips, hè. Toch? Zo. En even kijken, deze ook nog. Ik doe overal eventjes. Ik ben daar altijd eigenlijk wel van, hoor, om eventjes wat bruin te maken. Een oude look aangeven, zou ik zeggen. En bovendien valt het wel meer op mijn werk. Iets meer op, deze ook nog. Niet vergeten. En die komt daar. Oh, die heb ik al gehad. En de roos. Zo, dan heb ik denk alles gehad, hè? Ja, maar ik ben er nog niet. Dus deze ook weer even aan de kant. Ik heb ook nog deze ronde, die heb ik er ook nog bij uitgestanst. Gewoon uit linnen karton heb ik dit gedaan. En deze daar had ik ook, wat ik al in het begin zei, deze al meegedaan, hè. Dat komt ook uit deze standset. En dat is de JMA-WYIS-CD200. Ja, zo leuk. Ook lekker kliederen, Monique. Dat is leuk. Zeker waar. Oh, het klokje ligt hier nog. Die heb ik dus nog niet gedaan. Het is goed dat ik hem zie liggen. Even kijken. En deze die wil ik ook een beetje een bruine kleur geven. Die wil ik er ook nog bij gebruiken. Je kunt hem natuurlijk ook met de Easy Connect tape achter doen. Dat heb ik nu niet gedaan, want ik had met de andere wel gedaan. Maar ik vond die dingetjes eruit halen, vond ik eventjes niet zo handig. Dus ik heb toch maar eventjes gekozen om dat niet te doen. Maar dat kan dus wel. Even kijken, deze die wil ik hier achter hebben. Die ga ik gewoon eventjes opplakken. Mijn lijm. De Tacky Glue van Studio Light heb ik ervoor genomen. En dan doe ik gewoon hier en daar wat druppeltjes. Het hoeft niet helemaal perfect vast. En anders kan je het ook nog wel uitsmeren. Dat zou ook nog kunnen. Dat is allemaal mogelijk, toch? Even kijken hier en daar wat lijm om het vast te zetten. Zo. Nou, die plakken we hierop. Ik doe het niet helemaal naar onder toe.
Het heeft heel eventjes wat droogtijd nodig. Nou. En in dit ga ik allemaal een beetje 3D-achtig opplakken. Even kijken hoe ik het wil hebben. En dan kun je ook nog wat kaasdoek eronder doen. Ik wilde dat op... Ik ben in beeld, hè? Ja. Deze boekjes wilde ik hier hebben. Deze die wilde ik hier gaan plakken. Deze wilde ik hier wat tussen doen. Even kijken hoor, een beetje schikken hè, hoe je dat het leukste kan doen. En die wil ik daar hebben. Het boek wil ik wat schuin hebben. Deze wil ik er ook nog wat achter steken. Het kopje thee wil ik daar hebben. En de bloem die wil ik daar bovenop hebben. En zo ongeveer was de bedoeling. Het blijft niet liggen zoals ik wil. En zo. Die kan daar eronder. Juist. Zo. Nou, zo ga ik het dus opbouwen. En ik wilde ook nog wat kaasdoek erbij onderstoppen. Dus die heb ik er ook al bij gelegd met een schaar. Die ligt hier. Om het een beetje onder te duwen, heb ik dit er nog bij genomen. Zo. Zojuist. Ik heb zojuist. Even kijken hoor, wat jullie zeggen. Ik hoop dat morgen veel... Ah ja, flesje open krijg. Kan ik ermee spelen? Zo is het. Dat is allemaal leuk. Allemaal leuke spulletjes. Oké, okay, de tape. Hier had ik hem. Ik wil deze. Dit is de dikste. Dit is van 1 mm. En die andere heb ik van 0,5 mm. Dan ga ik eerst het boekje doen. En ik zit te denken om dat extra wat te geven. Ik plak gewoon echt in het midden, zodat je er altijd iets onder kan schuiven. Ik doe er 2 laagjes, omdat deze dus wat dikker mag. Omdat hij wat bommer staat. Dus doe ik gewoon nog op extra. Nou, dan doe ik dit eventjes weer eraf. Jullie kunnen omhoog, want jullie zitten hoog en jullie zitten laag. Dus doe het maar een beetje onthouden, hè. Dus gewoon een beetje, die wil ik een beetje zo en die een beetje zo. Dus in het midden naar beneden, ja, als een vleugeltje, zeg maar. En wat schuin. Plakken we die zo. Die mag eronder, dus die ga ik gewoon met de lijm doen. Dan gaan we het allemaal zo'n beetje opbouwen. Even kijken hoe laat het is. Ah, dat kan nog. Kan nog, precies. Maar die moet wel rechter. Nou, je kunt altijd wel weer wat lostrekken als je het nog niet te hard aanduwt, hè. En dan kan die kan dan met de 0,5 mm opgeplakt worden. Die doen we erachter. En dan deze, die komt daar ook weer. Even kijken hoor. Nou, krijg het er even niet af. Kom eraf. Juist. Die erachter, zei ik. Nou, net wat te groot natuurlijk. Ik doe het gewoon scheuren, hè, die foamtape. Er komt geen schaar aan te pas. Zo. En dan doen we deze ook weer. Ik laat eventjes, bij ons zijn de eenden toch de keer aan het gaan buiten. Bij ons ligt een smalle vijver, tenminste. Een vijver voor die steeds smaller loopt. Dus bij ons is het dan wel iets smaller aan het worden. Maar er zitten eenden in en die maken toch een partij herrie nu. Ik denk niet dat jullie het kunnen horen, hè. Anders zou het wel gezellig zijn, hoor. Daar niet van. Maar ze gaan flink tekeer. Nou weer even niet. Maar daarnet gingen ze even flink tekeer. Wel gezellig.
Die komt daar op. En die gaat daar. Nou, even kijken hoor. Even snel erbij opplakken ook. Want ik wil jullie... even kijken. Ze vast. Ze zijn er wel bij, denk ik hoor. Die jonkies hebben. Maar ja, die heb ik eigenlijk nog niet zo gezien. Wel van de meerkoetjes. Die hebben echt volop jonkies. Nee, die moet ik hier stoppen. Die wil ik hier stoppen. Zo moet ik dat zeggen. Moeten is een groot woord. Even kijken. Een beetje eronder valt er. Anders valt hij zo op. En dat wil ik niet. Zo. En deze die wil ik daar bovenop, zei ik. En dan kan het gaas zo dadelijk ertussen. Hè? De kaas doe ik nog een beetje. Vind ik altijd wel heel leuk erbij op. Een beetje schuiner misschien. Nee, want dan is hij gekruist. En dat is iets wat ik nou net niet wilde. Zo. En een kopje thee erbij. Dat is altijd wel heel lekker, hè. Maar die moet een beetje aan de bovenkant komen. Dus daar doe ik alleen lijm. En dan doe ik aan de onderkant een beetje tape. Want anders klopt, anders past dat niet goed. En doe ik een beetje dubbel vouwen, zodat hij ook wat hoger komt. Kijk zo. Dan heb ik gelijk dubbele tape, als het goed is. Kijk. Zodat het precies klopt zo. Nou, zo wou ik het doen. En dan wil ik hier en daar nog een beetje gazen tussen doen. Kaasdoek. Kaasdoek wel te verstaan, want dan kun je heel makkelijk uit elkaar trekken. Kijk, gewoon hele kleine stukjes. Even kijken. Kan nog wel door de helft. Je hebt echt zo weinig nodig. En dan even kijken, hier een beetje lijm ertussen. Zo doe ik het althans. En dan doe ik het zo. En dan doe ik gewoon met een plat iets. Stop ik er wat tussen. Zo doe ik het althans. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel methodes. Maar zo kan het dan. Mannen, hier nog een beetje eronder. Zodat het vast zit. Nou, wat doe ik nog meer een beetje? Ja, is het erg mooi? Nou, vind ik leuk te horen. Goed zo. Ik zal het andere... Ik heb ook nog een paar voorbeelden al gemaakt. Die wil ik jullie dus ook nog laten zien. Voorbeelden, eentje bedoel ik. Nou ja, dat ene heb ik al laten zien met die achtergrond. Maar ik heb hem ook al helemaal afgemaakt. Eentje, maar dan zonder kaasdoek. Even kijken, zo. Nou, dan kun je, als je wil, nog op meer plekjes kaasdoek doen. Je kunt het ook bijvoorbeeld, hier heb ik er eentje. Met zwart nog langs doen. Dat kan je met of met een postkamarkeur. Of je kan het doen met een zwarte potlood. En nog een leuke tekst erop maken. Ik heb hier nog bijvoorbeeld de rubons opgebruikt. En ik heb de andere stempels opgebruikt. Nou, hier heb ik dus dan de muziekbalkjes erop gedaan. Die heb ik hieronder opgebruikt. Nou, zo zie je wel dat het allemaal heel anders uitpakt. Want deze is toch totaal anders. Ja, prachtige kleuren. Dankjewel. Supermooi gewoon. Nou, dat is leuk te horen. Nou, de achterkant heb ik ook gedaan. Maar die vind ik zelf wat minder mooi. Omdat ik dit te laag vind. Maar daar heb ik dus weer deze voor gebruikt. Om daar die achtergrond mee te embossen. En hier heb ik wel de donkere stempel. Ja, donkere inkt gepakt. En dat is dan de Nocturne heb ik daarvoor genomen. Dus ja, zo heb ik er een aantal gemaakt. Nou, de randen, die kan je dus nog of bruin maken met de vintage foto. Of je kunt ervoor kiezen om hem zwart te maken. Of gewoon zo laten, wat je zelf wil. En ja, dan doe je dus gewoon zo langs de rand gaan, wat je zelf het mooiste vindt. Nou, ik zou zeggen, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat ik jullie hebben kunnen inspireren met dit. In ieder geval, ik vond het erg leuk dat jullie erbij waren. Nou, dankjewel voor het komen kijken en ik wens jullie nog een hele fijne avond en een fijn weekend alvast. Prachtige creaties, nou heel fijn. Dankjewel. Tot ziens allemaal. Doei!